En hier staan de regels in waar supposed stewards en ook supporters zich aan houden. Regel 1. Luister altijd naar de steward. Dat ben ik. Regel 2. U wordt straks daar geplaatst in een vak. Dat is een rookvrij vak. Behalve bij brand. Het is wel verboden om in dat vak dus tabakswaren te nuttigen als mede andere meegebrachte drugsen. Dat is de strengste verboden. Regel 3. Wat was regel 3 ook alweer? Oh ja, precies. Mot u nodig? Tijdens de hele voorstelling is het verboden om gebruik te maken van het toilet. U dient dus uw behoeften die bij u opkomen te bewaren tot de gelegenheid dat het zich voordoet dat u op de ingestelde instellingen dat kan deponeren. Dat is overigens gratis. In de pauze, ja. Wat zei ik, in de rust? Oh, ik heb het helemaal niet gezegd. Nou, dat begrijp ik wel. Regel 4. Oh ja, dat is natuurlijk wel van belang. Het is voor u allemaal in verband met geluidsopname en audioopname en filmopname wordt door de organisatie ten strengste aangeraden. Ik zal het nog een keer zeggen, want ik geloof niet dat u het helemaal begrijpt. Het is het ten strengste aanbevolen om geluids- en filmopname te maken, laat ik het zo zeggen. Ik zie geen enthousiast. Goedenavond allemaal. Maar mag ik allereerst nog een waanzinnig groot applaus voor het Opera Corps Opera onder leiding van scheidsrechter Marco Bots. En natuurlijk begeleid door de zusjes van Warrooy met de muzikale dochters. En met de dans, en ik ben blij dat we dat niet mee hebben hoeven doen, van de 010 cheerleaders. Dames en heren, de vaste, trouwe kijkers, bezoekers van Talkshow Gelul bij Theater Walhalla, die weten en die herkennen een aantal dingen. Ik heb dat 8 keer mogen presenteren, maar ik ben zo ongelooflijk trots en blij dat bij deze XL-versie mijn super, super grote vriend Sander de Kramer mede-presentator is. Sander, welkom.
Want als we het inderdaad Varkenoord willen eren, dan moeten we iemand hebben ja, die daar ook echt alles vanaf weet. Maar dan ook echt alles. Maar, dat bedoel ik. Ga er even voor zitten. Neem even de tijd, want ik ga even zijn erelijst eventjes opnoemen. Hij is 27 jaar archivaris. 23 jaar jeugdleider. 38 jaar secretaris van de commissie van beroep. 40 jaar columnist. 25 jaar corrector. Ja, ik ga even door hoor. 36 jaar lid van de notulen leescommissie. 13 jaar lid van de ballotagecommissie. Hij was mede-organisator van toernooien. Schrijft in memoriams. Spreekt jubilarissen toe. Was lid van de jeugdcommissie. Ik heb het nog steeds over één persoon, hè? Ja. De ledenraad van en de technische commissie van de Rotterdamse afdeling van de KNVB. Is lid van verdiensten. Kreeg de Willem van Hanegem Award. En schopte het ooit tot het derde elftal van Feyenoord. En vanavond... Vanavond zwaait hij af als fulltime vrijwilliger. En daarom nemen we met een heel uitgebreid interview in twee blokken afscheid. En dan mag ik rustig zeggen van onze super vrijwilliger. Geef hem een waanzinnig applaus. Henk van der Stoep. Ja. Kom er bij zijn. Traject. Dat hoop ik altijd. Ik heb nooit geen afscheid van kunnen nemen van Graziano. Echt niet. Meer afscheid nemen bestaat helemaal niet. Nee, luister nou. Dat zong Marco toch ook nog 2 weken geleden in de kaai. Nou, maar Marco is ook een Italiaan. Nou, die weet het heus wel hoor. Wat hij zong. Afscheid nemen bestaat niet. Ik ga wel weg, maar verlaat je niet. Jullie mogen meezingen hoor. Lief, je moet me geloven, al doet het pijn. Ik wil dat je me loslaat. En dat de gaat. En als je eenzaam of bang bent, zal ik er zijn. En dan zingt hij helemaal. Kom als de wind die je, de regen. Volg als de maan, van de maan. Zoek me in alles, dan kom je me tegen. Fluister mijn naam, Graziano, ik kom eraan. Drie bijzondere mensen doen. Namens Feyenoord, Jan de Jong. Namens de sportclub, Wim Voots. En namens Feyenoord supportersvereniging, de Feyenoorder, Eduard Cachet. Zij komen met z'n drieën om u in het zonnetje te zetten. Want het is wat u heeft gedaan. Wat gebeurt er? Ik weet niet wat boven komt.
Mag ik een paar woorden tot u richten? Heel graag. Want u bent voor mij altijd een u. Ze noemen hier wel ome Henk, maar voor mij bent u gewoon een u. En waarom zeg ik u tegen u? Uit respect. Want 75 jaar Feyenoord. U bent het geheugen, u bent het geweten, u bent Feyenoord. En als ik naar u kijk, dan zie ik altijd een geweldig gesoigneerde meneer, waarvan je hoopt dat het eigenlijk je vader is of je opa. En waarbij je aanschuift en die dan verhalen vertelt. Of zo'n geschiedenisleraar van de middelbare school, waardoor je later geschiedenis wil gaan studeren. 75 jaar lang Feyenoord. En altijd onbezoldigd. En ik ken u alleen maar als buitengewoon amabel en aardig. En wat hoor ik nou net van Wim Voot? Dat u eigenlijk hartstikke streng was toen u elftal leider was. En ze zochten dan heel graag al de Feyenoord shirts uit in de kleedkamer voordat u binnen was. Maar dat was ongeveer een doodzonde. Dan kreeg je echt op je falie. Dat mocht niet. Nou nogmaals, u bent Feyenoord. Ik hoop nog heel lang van u te kunnen genieten. En u heeft, alles wat u gedaan heeft, is onbezoldigd en daarmee onbetaalbaar. Dus wat wij nu namens Feyenoord aan u geven, is een heel klein ietsje terug en staat niet in verhouding wat u voor ons gedaan heeft. Desalniettemin hebben wij twee cadeautjes. Eén keer mag u een week weg. Kunt u lekker met z'n tweetjes op vakantie. Het komt u toe. Wow. Fantastisch. En het tweede, dat moet u maar even uitpakken op een later moment. Maar het is waar. Maar het is vertrouwd. En ik weet zeker, als u het nog niet had, zou het nu in het museum komen. En bij u in de archivaris. Zo. Dank u wel voor alles. Geweldig, zeg. Wauw. U bedankt voor alle prachtige verhalen. En ik hoop dat we de tweede helft daar nog veel meer mooie verhalen krijgen. Meneer Voot. Ja, ook namens de supportersvereniging en de supporters willen we graag een klein ritje aanbieden. Ik denk dat het al heel veel gezegd is over wat er allemaal is gedaan voor Feyenoord en voor de club. En daar wilden wij ook bij stilstaan, dus we hebben een klein ritje voor je meegenomen. Geweldig. Ik ga er eentje even neerzetten, die is zwaar. Zo. En ook... Is dat om te drinken? Dat is om te drinken. Ja. We zijn natuurlijk naar Peggy geweest en Peggy zei, neem iets om te drinken mee, dat waardeert ik meneer. Nou, zeker. Verschrikkelijk. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor wat je allemaal gedaan hebt. Dank je wel. Ja Henk, hier staan we dan. Hè? Ja. We stonden een paar weekjes geleden aan de andere kant en stonden we over het veld te kijken. En toen zei hij van, het is wel mooi geweest, we gaan het oplossen. En ik heb vanavond begrepen uit al die verhalen, dat jij eigenlijk de enige Feyenoorder bent die nooit iets fout gedaan heeft. En dat is echt fantastisch, want er is er één. Al die andere Feyenoorders, die hebben nog wel een paar verhaaltjes waar jij alles van weet. Maar namens het bestuur van de Sport van Feyenoord wil ik je bedanken voor al je inzet die je gedaan hebt. Voor al de brieven die je naar het bestuur, het vorige bestuur en het bestuur daarvoor gestuurd heeft. Omdat we daar dan weer twee of drie avonden over konden vergaderen. Want Van der Stoep die moest het allemaal weer in de puntjes geleid hebben. Maar desalniettemin ben je denk ik een echte Feyenoorder. En je bent niet voor niks lid van verdiensten. Maar we willen je bedanken voor het ploeteren in het kantoortje daar. Het ploeteren in het kantoor daar. En ja, het zal nu ploeteren thuis worden. En je hebt bijna alles verzameld voor de club. En ik denk toch dat het bestuur van de sportclub iets gevonden heeft wat jij nog niet in je archief hebt. Oh. En dat ga ik je nu overhandigen. Kijk uit. Nou zijn we wel heel benieuwd. Kijk uit dat je het nu laat vallen. Dat zie je. Hier moet je dat voor houden. Kijk eens, prachtig zeg. Kijk eens eventjes. Misschien kan je het nog lezen ook. Er staat, het is een prachtige glazen bokaal en er staat op, Sportclub Feyenoord, Henk van der Stoep, onbezoldigd cultuurbewaarder. Bedankt. Nou, ja. Ik ga het even laten zien. Ja. Fantastisch.
Geweldig. Om Henk, wilt u nog kort iets terugzeggen? Nou, ik wel. Ja, 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 oh, je bent nog bezig. Je bent nog bezig, joh. Hij mag gewoon zijn mond houden. We weten ook dat je een elftal van de stoep hebt. En dit is een cadeautje om met het elftal van de stoep iets te gaan doen. Nou. Alsjeblieft, jongen. En nogmaals, hartelijk bedankt. Voordat Henk het laatste woord krijgt, denk ik dat een staande ovatie voor Henk absoluut op zijn plek is. Ja, absoluut. Jij een vrijwilliger? Ja, ik ben namelijk na mijn pensioen ben ik vrijwilliger geworden bij de dienst maaien en lijnen trekken. Man, ik wist helemaal niet dat je vrijwilliger bent. Ik wil je echt nu, Emiel, niet om het een of ander, even dringend vragen om even weg te gaan. Want ik moet de lijnen trekken straks ook nog. Sorry. En ik moet de cornervlaggen moet ik nog strijken. Ivo, kijk eens even. Ik moet nu het gasmijn. Kijk eens even. Kijk, we zitten hier in de show. We gaan hier die show niet onderbreken. We zitten hier in de show. Rij even terug. Ik was Emiel, heb jij dan liever aandacht voor jou als presentator dan voor mij als vrijwilliger? Jij? Ivo, we kunnen nu eenmaal niet stoppen met de show. Er zitten allemaal mensen die zitten te volgen, we hebben interviews. Ik zou je zeggen, ik ga weg. Hartstikke gezellig. Ga weg. En de terreinmeester, Erwin, die heeft gezegd, het wedstrijdgras is 2,5 centimeter. En dat lijkt mij voor jou ook de goede hoogte. Weg, hey, jij, man. Weg, kom man. Hey, weg, piraat. Opgezout. Hé, hey, jongens, hou even op, dit kan zo niet. Jongens, stop die machine even. Je bent ook helemaal niks veranderd, hè? En de kamerman staat een puin zo in jou, hè? Weg, piraat. Ik vind het echt vervelend dat jij als SP'er alleen maar bezig bent om presentator te zijn en niet de ruimte aan mij geeft als vrijwilliger om mijn werk te doen. Hij is jaloers! Ik jaloers op een SP'er! Kom nou, man! Ga weg! Ik schrijf je... Gerritje! Met de prijzen, dan komt ze met de prijzen. Kijk eens eventjes, wat gebeurt er allemaal hier, joh? Gerda, wat heb je allemaal bij je? Wat heb je allemaal meegenomen? Weet je, ik dacht, die stond nog op de aanrecht in die Ascension, dat was die prijzen voor die quiz. Ja, maar je hebt allemaal... We zitten al een half uur achter u aan. We hebben al meerdere stoptekens gegeven. Wat is er met u aan de hand? Nou, kijk, ik was de prijzen vergeten voor de quiz. Dus ze stonden bij mij nog op mijn aanrecht, dus die moest ik even gaan halen met zijn brommer. Die heb ik nog niet gehoord, uw collega. We moeten verder met de quiz. We gaan beginnen met vier keer door rood. Weet je wat ik doe, meneer de agent? Beginnen. Nee, regelt het allemaal met Rachel van de Walla, want ze kennen wel ergens een subsidiepotje voor mij. Nou, je moet alsjeblieft rustig gewoon, hou ik een beetje lucht over. Nee, je moet straks nog in mijn pijpje blazen, man. Heb je dat? Die is een leuke agent, heb ik niet, ja. Dan ga je al een half uur wachten. Wat heeft ze precies gedaan? Nou, het begon eigenlijk met dat eerste rode stoplichtje. Dat je met 80 kilometer per uur door de stoplicht rijdt. Het is ongelooflijk. Op die Solex? Op die Solex. Nou, het is zwaar opgevoerd. Het is echt niet te doen. Ja, maar dat moest ook wel een beetje, weet je, wel een beetje opvoeren voor mij. 35 beetje zo hangen.
Ik begin vast met schrijven, want ik ga nog even duren. Hij doet het maar naar Rossel, want ik ga gewoon door met die quiz. Gina. Wie heeft die prijs? Let maar. Ja, dan gaan we het regelen, ja. Ellen, wil jij de quiz doen? Dit wordt niks. Oh. Dit wordt niks. Ga jij erachteraan? En een hartelijk applaus voor Ellen! Zet hem op! Toch blijven supporters komen, ook al is het een lange weg. De Kuip die blijft vol, zo zal het altijd blijven, trouw tot het laatste fluitsignaal. Want in Rotterdam hoor wat ik zeg, bij Feyenoord, ja bij Feyenoord, loopt niemand weg. Bij Feyenoord, in de Kuip wordt weer gescoord. We staan hand in hand. De mooiste club van Nederland. En nu allemaal even die handjes boven je hoofd. Geweldig bedankt!